knuffelbeertjes. Kom er even bij staan. Ja, Rowan, seks, het is niet alles. Maar het is toch wel heel veel, hè? Even je haar fatsoeneer. Volgens mij vond je dit wel een heel leuke choreografie om te dansen, hè? Ja, nou weet je, het is... Altijd moet ik een beetje lief zijn en zo. En ik vind het ook leuk om een beetje skanky een keer te doen. Skanky Rowan, we hebben haar wel te zien gekregen vandaag. Ik vond ze heel skanky. Liam, ja, jouw verhaal kennen we ondertussen. Met welk gevoel stond jij hier op het podium? Ja, momentje hoor. Ja, ze studeerde de derde keer hiphop al in 4 weken. Dus niet heel veel variatie van mij, maar... Omdat Rowan zoveel vol met energie zit, dat voedt mij echt. Dus daardoor kunnen we echt trekken weg tot haar op. Ik heb alvast heel veel plezier bij jullie opgemerkt. Evgenia, wat vond jij ervan? Jongens, als eerste wil ik jullie feliciteren dat jullie de afgelopen week hebben overleefd. Want dit was de zwaarste week in vergelijking met wie dan ook. Het was voor jullie allebei een breekmoment. Voor jou, Rowan, zoiets van wat gebeurt er nou? Voor jou, Liam, een emo, holocauster, weggestemd, terug, alles. Dus feliciteerd, jullie moesten echt... focussen. Jullie moesten elkaar vinden, jullie moesten elkaar gaan voelen en dat hebben jullie gedaan. Ja, focussen mensen. Focussen. Niet focussen. Ik hoor het hier iedereen denken. Focus. Gelukkig kan hier iemand aan de tafel van de Russisch naar Nederlands vertalen. Ja, ja, okay. Yo, weet je, ik zit hier al jaren met deze drie niet Nederlands sprekende. Ja. Ik tolk wel een beetje. Oh mijn god! Oké, mijn volgende stap is weer een Nederlandse les volgende week. Maar Rowan, luisteren. Dit was echt jouw revanche. Jij dacht, bekijk het maar allemaal wat jullie allemaal van mij denken en vinden. Ik laat het jullie zien wat ik kan, wat ik waard ben. Dat je krachtig bent, dat je strak bent. Je danst gewoon hoe je bent. Heel goed. Liam. Ik dacht, alles gaat naar Rowan toe. Je hebt je best gedaan, maar als je door bent, werk heel hard aan de partnering. Oké, Jan. Ja. Rowan, je laat me echt al vanaf de eerste keer dat je langskwam lachen en vandaag weer, want je wilde skanky zijn. Nou meid, je was skanky. Dat zal ik je geven. Misschien wat mijn smaak aangaat, misschien iets te skanky. Want het is een optreden waar je een soort grens moet vinden tussen dat het een beetje cheap wordt en een beetje ordinair. En dat was het hier en daar wel. En wat mij betreft had je een tandje minder kunnen gaan. Maar dat is ook weer jouw enthousiasme en dat is ergens ook weer je kracht. Want qua energie zitten jullie heel erg op één lijn. En dat vind ik mooi om te zien. Want Liam, jij bent ook iemand, als je op een toneel staat, dan ga je als een gek. Dat heb je weer gedaan. Supergoed. Ik heb ervan genoten van wat je hebt laten zien. Het is wel weer een beetje het bekende van wat we al gezien hebben van jou. En ik ben wel echt nog steeds bekend naar die andere kanten van jou. Dus ik hoop die nog te gaan... Ja, dat snap ik. Jij ook. Maar ik vond het als op... Wat zei jij? Wat zei ze? Ik zei stem op mij en Liam! Oh. Ja, nou ja, dus dan. Wauw! Nee, jongens, het was oké, maar ik vond het af en aan in orde. Maar het was niet een over de algehele linie een heel compleet optreden voor mij. Maar ik vond het oké. Maar ik denk dat Ish wel ervaring heeft met skanky meisjes. Dus wat vond jij ervan? Del. Eventjes terug naar de dans. Eerst zou ik graag willen zeggen, de moeilijkheidsgraad van de choreografie is heel moeilijk. Jullie werken met heel veel dynamische bewegingen, die variëren altijd. En heel veel contrasten. Je moet heel snel op de beat bepaalde lijnen gaan trekken en in andere posities gaan staan. Daar moet je een heel goede controle over je spieren hebben en ook een kennis over je eigen lichaam. Nu, Rowan, ik vind jou persoonlijk nog altijd te druk. En ik weet, we hebben het jou al een paar keer gezegd, maar ik zal het... misschien beter proberen uit te leggen, dan begrijp je het. Zeker in de hiphop, de anatomie van zo'n choreografie is
contrasten. Je moet ervoor zorgen dat je bepaalde contrasten kan leggen. Bijvoorbeeld hoog, laag, links, rechts. Dat zorgt voor een visueel aspect. Jouw probleem is dat je altijd te veel energie geeft. En je moet ervoor zorgen dat je af en toe kan rusten. Ook in een rustmoment dat niet je hoofd verder beweegt of je handen verder bewegen door je excitement, maar dat je echt kan zeggen van oké, mijn beweging begint hier en hij stopt hier. Mijn volgende beweging begint hier en hij stopt hier. En als je deze momenten goed kan vastleggen, dan gaat de choreografie er nog 10 keer beter uitzien. Maar ik vond het toch nog altijd een goede performance van allebei. Goed gedaan. APPLAUS.